hele goede middag en welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is dinsdag vandaag, dinsdagmiddag alweer. Gisteren heb ik eigenlijk niet gevlogd. Ja, ik heb de weekendvlog gisteren afgesloten, maar verder niet echt gevlogd. Oh, ik heb gezwommen, maar ik vind haar wel leuk zitten zo met al die krulletjes. Nou. En dit wordt mijn laatste volle werkweek, of eigenlijk ook niet eens vol, want gisteren was ik dus vrij, want gisteren was de tweede Pinksterdag. Vandaag heb ik gewerkt, morgen natuurlijk parttime dag, donderdag en vrijdag wel gewoon werken. En dan maandag nog werken en dan ben ik vrij. Tot en met de bruiloft volgende week vrijdag. Dus superleuk, heel veel zin in. Deze week heb ik op de planning staan, ja dat ga ik jullie even vertellen. Morgen dan heb ik een interview. Ik kreeg een mailtje vorige week. En dat was eigenlijk, nou niet echt een mailtje, het was meer een, op Facebook een berichtje. Dat kwam van een meisje, Eva heet zij. En als ik wat meer van haar weet, zal ik het hieronder ook even linken. En zij had mijn vlog gezien, of ze had de vlog gezien van Sarah Rebecca, waar ik in voorkwam. En we hadden het natuurlijk over winkelen gehad en over het feit dat ik het lastig vind om die vertaalslag te maken van staande modellen en paspoppen en weet ik het allemaal naar het zittend eigenlijk, zeg maar hoe het dan zit. En zij doet een opleiding waarbij ze haar scriptie en haar onderzoek doet naar dit onderwerp. Superleuk natuurlijk. Dus zij had gelijk zoiets van, oh wauw, ik wil haar interviewen. Dus ze heeft me een berichtje gestuurd om te vragen of dat mocht. Nou, dat mag natuurlijk. Dat vind ik superleuk. Dus we hebben morgen in de bibliotheek in de stad afgesproken. En dan gaat ze mij interviewen. Dus ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Superleuk. Donderdag ga ik mijn nagels laten doen. En dat worden dan ook natuurlijk de nagels voor de bruiloft. Dus ook leuk. En voor de rest niet heel veel plannen. Ja, vrijdag heb ik van mijn werk iets leuks. Maar daar ga ik later nog iets meer over vertellen. Dus nou, heel veel zin in deze week. Goedemiddag, het is woensdag. Lekker van mijn vrije ochtendje genoten. Ik heb wat dingen voor de video van mijn werk gedaan. En nou ja, gedoucht en weet ik het allemaal. Ik heb mijn haar gewassen met die shampoo van Lush. Nou, het ziet er wel mooi glanzend uit inderdaad. Dus dat beviel wel. Ik sta nu met mijn jas aan, mijn regenjas, want het is prut weer buiten. Ik ga richting mijn interview. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben zo benieuwd hoe het gaat zijn. Ik neem mijn camera mee. Misschien mag ik een stukje vloggen. En ja, zo niet, dan zien we het wel. Maar ik ga in ieder geval die kant op. Zo, ik ben ja, op mijn werk kan ik wel zeggen, zoals je ziet. Maar niet om te werken. Ik ga daar even laten zien. Hallo, doe jezelf even voorstellen. Ja, ik ben Emma. Moet daarin kijken. Ik heb er vanochtend net Eva genoemd. Sorry, maar ze heet Emma. Emma. Ik studeer International Lifestyle Studies. En ja, ik zit in mijn laatste jaar, ik doe mijn scriptie. En daarvoor ben ik hier eigenlijk om Bianca te interviewen. Ja, we hebben net een superleuk interview gehad. Tenminste, ik vond het heel erg leuk. Ja, heel erg gezellig. Ja, hè? Ja. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Zeker, het was een heel leuk gesprek. Ja. Ja. En als we er nog iets over te delen hebben, dan kan ik dat misschien ook nog wel doen. Precies. Ze heeft me net voor nog wat andere dingen gevraagd. Dus als daar meer duidelijkheid over is, dan gaan jullie het zien. Ja. Zo, een hele goede middag. Nou, dat was echt een superleuk interview. Maar wat een weer, jongens. Ik ben helemaal verzopen tot 2 keer toe. Maar goed, gelukkig heb ik kleding aan, dat droog lekker snel. Dus ik moest op de terugweg ook nog de tram uit, want het was een andere tram. En de storing en nou ja, ik ben nu thuis. En het was wel heel lief, want Emma had een heel leuk tasje voor me meegenomen. Met cadeautje erin, omdat ik mee wilde werken aan het interview. Nou, ik vind dat natuurlijk zelf ook gewoon alleen maar super leuk om te doen. Ik heb een heerlijke shower gel was het volgens mij gekregen. Wacht even hoor, dat doe ik natuurlijk weer niet handig. Maar ik heb geen zin om jullie neer te zetten. Dat is het merk. Ik ben een beetje lui.
Is het, ja, foaming shower gel van Rituals. De Ritual of Sakura. Kijken of ik het zo een beetje kan ruiken. Oh, heerlijk. Hele lekkere. En ze zei al, het is een hele populaire lijn. Maar ik koop nooit eigenlijk iets van Rituals. Dus ik ken het niet zo goed. Celebrate each day as a new beginning. Nou, hoe mooi is dat? Dankjewel. Superleuk. En nog wat lekkers erbij. Kijk. Zo lief. Echt heel erg lief. Maar ik had er net even geappt of het gelukt was naar de trein. En ik las in volgens mij iets over de OV kwijt. Dus ik ga daar heel eventjes antwoorden. Want dat zou ik wel heel sneu vinden. En iets drinken, want ik heb me toch een partij dorst. Dat wil je niet weten. Een hele goede avond. Het is donderdag. Soms kan een dag zo anders lopen dan je bedacht had van tevoren. Mijn werkdag verder niet hoor, maar ik zou vandaag en naar de nagelstylisten moeten en dansles hebben vanavond. Nou, de dansles werd helaas gisteravond al afgebeld. En vanmiddag belde de nagelstyliste ook af, omdat haar straat helemaal open ligt en met name de stoep helemaal open ligt, dus ik daar nu niet kan komen. Dus daar moet ik dan volgende week, als de situatie weer wat beter is, naartoe. Dus ik ben thuis vanavond. Ja, zo kan het soms wel eens gaan. En ik heb een eindelijk mijn Douglas pakketje binnen. Ik heb hem even zo gelegd, omdat op de andere kant natuurlijk mijn adres staat. Kijk die doos. Kijk mijn hand. Kijk die doos. Er zit zo'n tubertje in. Maar goed, ik ga hem toch even openmaken. Nou, eens even kijken wat er allemaal voor spannend in zit. Sowieso. Oh, een lijstje met merken die zij lief hebben. They love them. Uiteraard. Een lekkere vent wou ik zeggen, maar ik bedoel uiteraard Vaderdag. En ik dacht nog, heel naïef als ik ben, nou, dan zullen ze er toch wel een paar goodies bij doen. Ik heb €56 uitgegeven voor dit tubetje. Maar hij is gewoon leeg hoor. Nou, dat vind ik wel een beetje bizar, eerlijk gezegd. Dus dit is hem. Er zit wel SPF 50 in, daar ben ik wel blij om, dus... Complete correction. Super actief. Compleet corrigerende gezichtsverzorging. Nou, dat is op zich geen overbodige luxe, hè? Nee, dat valt wel mee. Maar ik vond het echt gewoon een fijn cremmetje. Maar goed, hier betaal je dus €56 voor. Ze lijken wel gek. Als ik het op heb gedaan morgen, dan laat ik het jullie even zien. En dan ga ik nu de rest van mijn post uitpakken. Want, even kijken, want ook hier staat verder niks op. Nee, mijn steunkousen zijn eindelijk binnen. Dus die ga ik ook zo even uitpakken. En de rest van mijn post. En dan, onverwachts avondje vrij. Goedemorgen. Het is vrijdag. Kijk, ik heb die CC cream op. Het is niet heel dekken, maar het is natuurlijk ook geen foundation. En ik vind het juist wel mooi, want het geeft je niet zo'n enorme plaketlaag op je gezicht. Maar het is toch, ja, ik vind het heel mooi. Maakt het toch wat egaler of zo. En het ruikt lekker en het is zacht. En ach, nou, helemaal top. Ook minder leuk nieuws. Ik zou morgen... dat kan ik jullie nu wel vertellen. Ik wilde het nog even geheim houden. Maar ik zou morgen naar Groningen gaan. We hadden morgen een dagje gepland met Tieneke, Ronald, Janneke, Suzanne en ik. We zouden met z'n allen naar Ronald gaan en daar een dagje vertoeven. Heel veel zin in. Maar helaas gaat dat niet door. Door omstandigheden die ik jullie nu niet ga vertellen. Omdat ik niet weet of de persoon in kwestie... het zelf wil vertellen. Het gaat natuurlijk, jullie snappen het wel, om een van ons waar iets vervelends aan de hand is. Maar nogmaals, ik ga dat niet delen als ik dat niet
heb gevraagd. Dus misschien horen jullie dat nog in de andere vlogs. Want ik heb ineens onverwachts morgen een dag vrij. En dat gaat de laatste tijd wel vaker zo, hè jongens. Er wordt veel afgezegd. Maar goed, ja, weet je, soms is het gewoon zo. Doe je niks aan. Vandaag laatste werkdagje. Ene laatste werkdagje voor de bruiloft. Ik moet alleen maandag nog werken. De rest van de week, volgende week, ben ik lekker vrij. Dus daar heb ik heel veel zin in. En dan heb ik vanmiddag een bijeenkomst van Onbeperkte Haags, heet dat geloof ik. En dat gaat over, de toegankelijkheid in Den Haag. Ik ga jullie daar vanavond even wat meer over vertellen. Want ik ben gewoon heel benieuwd. Ik ben uitgenodigd. En ik ga kijken hoe het daar is. Ik neem de camera voor de zekerheid wel gewoon mee. Want misschien kan ik er wel gewoon vloggen. Eerst dacht ik, doe het niet. Maar misschien kan ik er wel gewoon vloggen. Dus nou, ik neem de camera gewoon mee en dan zien jullie me lekker daar. Ik ga met de handbike, want het zou droog moeten blijven vandaag. Dus ik hoop dat dat ook echt zo is. Want mijn ouders nemen vandaag, als het goed is, mijn auto onder handen. Die moet even gepoetst en gedaan. Ook voor de bruiloft natuurlijk. Maar sowieso kan het is het geen overbodige luxe hoor, om dat even te doen. Dus ik ga op de fiets. Ik moet dan wel echt dik een half uur fietsen vanmiddag. En dan later weer terug. Maar nou ja, het is alleen maar goed toch? Dus dat ga ik lekker doen. En dan, dan zie ik jullie later. Marca, jij bent van het netwerk Onbeperkt Inclusief. Ja. Vertel eens iets meer over het netwerk zelf. Het is een netwerk voor en door mensen, medewerkers van de gemeente Den Haag. Ik werk zelf ook bij de gemeente Den Haag. En het netwerk is opgezet met als doel mensen met een arbeidshandicap, zeg maar, van dienst te kunnen zijn in de gemeente. Dus medewerkers die een arbeidshandicap hebben en tegen dingen aanlopen, kunnen bij ons netwerk aankloppen om hulp te krijgen, om dingen bespreekbaar te maken, om zaken op te kunnen lossen. Maar ook om het er met elkaar over te kunnen hebben en te zorgen dat er begrip en vooral bekendheid komt wat het hebben van een arbeidshandicap nou eigenlijk allemaal inhoudt, zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Ja. En je kan betrokken raken. Dat laatste is hetgeen waar jullie vanmiddag allemaal voor gekomen zijn. Want jullie hebben je betrokkenheid al lang getoond. Ik ga gewoon beginnen met mijn eerste tip. Ik hou het eenvoudig. De eerste tip is letter A. De letter A van ambitie, meneer. Wat ga je zeggen, mevrouw? Aandacht. Van aandacht. Nou, die heb ik gekregen. Ga ik weer verder. 4, 3. 2, 1. Dit zijn de genomineerden van de Onbeperkt 070 prijs. De Hague Contemporary. Aangepast vervoer tijdens de The Hague Contemporary Art Weekend. Droomweg en Festival Gaaf. Kunstonderwijs voor kinderen met een licht verstandelijke beperking. Stichting Vrienden van de Nijkamphoeve. Ecotherapie voor mensen met een beperking. Fit for All, haalbaarheidsonderzoek van het aanpassen Fitplaats Zuiderpark. Brian Bom, textuele treinberichten op station Den Haag CS. Willemsvaart, tillift voor rolstoelen bij het opstappen voor rondvaarten bij aanlegplaats Madurodam. Connie Rietra, het toegankelijk maken van het filmhuis voor mensen die slechter been zijn. Brigitte Bosman, uitleen rolstoelen bij winkelcentra. Nicole Heusken, zendtijd, mindful winkelen, een stille winkelavond of ochtend zonder te veel prikkels. En Protective PV, een zitsnowboard voor mensen in een rolstoel te gebruiken bij de Uithof. Nee. Maar ja, we hebben ook nog een aantal prijzen uit te reiken. En daarvoor hebben we een speciaal iemand. En geef even een daverend applaus, onze wethouder Kavita Parboreal. Welkom. Dag. Leuk dat u er bent.
Mooie initiatieven allemaal, hè? Absoluut, ja. En hier staat echt de trotse wethouder van deze mooie stad, waar toegankelijkheid, maar zeker een inclusieve stad, heel hoog staat voor ons als stadsbestuur en zeker voor mij als wethouder. En dat we nu de derde keer op een rij zo'n mooie prijs gaan uitreiken aan deze stad. En, maar wat vooral geweldig is, is dat alle ideeën en initiatieven die uit de stad komen, die vanuit jullie komen, ons alleen maar verder inspireren om die stad toegankelijker te maken. De winnaar is de organisatie Willem Zwaard. Willem Zwaard, de winnaar van de Onderberg Jeugdzevende Prijs 2019. Oh, maar dit is ook wel echt heel goed dat dit gebeurt. Ja. Rondvaarten. Een T-lift, fantastisch. Kijk eens aan. Zo, ik ben weer thuis. Nou, dat was superleuk. Nou, wat hebben jullie nou precies gezien? Dat waren beelden van het evenement Onbeperkt 070. En 070 staat natuurlijk voor Haags, dat mogen duidelijk zijn. En rondom dit evenement was de prijs... Of dit evenement is eigenlijk... Wacht. Dit evenement is eigenlijk georganiseerd rondom de prijsuitreiking van... De wedstrijd die hangt aan Gastvrij 070. En dat was een prijsuitreiking. De hele wedstrijd ging er eigenlijk om. Het was het waren initiatieven die bedrijven of particulieren... of ja, eigenlijk iedereen kon aandragen rondom gastvrijheid in Den Haag. En dan met name geënt op de toegankelijkheid van Den Haag. Nou, je hebt de prijsuitreiking en de genomineerden gezien. Allemaal ontzettend goede initiatieven die meededen. Maar ook hele mooie prijswinnaars. Dus dat was echt heel erg gaaf. Jullie hebben ook nog een stukje van de wethouder kunnen zien. Ik heb achteraf spijt dat ik haar toespraak niet helemaal heb opgenomen. Want ja, ik werd er zelfs een beetje emotioneel van. Zij sprak echt super mooie woorden rondom het onderwerp toegankelijkheid. Dus dat was heel erg gaaf. Deelname aan het panel was heel erg leuk om te doen. Dus het was echt een hele geslaagde middag. Op de fiets geweest, dus ik heb lekker al met al zo'n 16 kilometer gefietst vandaag. Dus dat is ook lekker. En nu mag ik weekend vieren, dus dat ga ik ook zeker doen. Dus bij deze ga ik de weekvlog dan ook afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Geef de video een like als je hem leuk vond. En dan zie ik jullie in een volgende vlog. Doei doei!